zou de vogels kunnen horen chirpen. Behalve dat ze allemaal weggejaagd zijn door de motorfiets die net voor mij reed. Dus dat is jammer. Zo, leuk dat jullie kijken naar Wouters wandelroutes op de Veluwe. Ik hou natuurlijk van een lekkere wandeling, stevige stappen. En ja, ik had er passend vervoer bij nodig. En Audi had het hier voor mij gevonden. De Q7. En als jullie denken, goh, dat is niet goed voor het milieu. Dat is niet helemaal waar, want dit is namelijk de TFSIe. Ze verstoppen een beetje de E, want het is echt een heel klein eetje. Maar dit is dus de plug-in hybride. Dus ik heb bijna helemaal elektrisch hier naartoe kunnen rijden vanuit Rotterdam. En als je dan een beetje door wil japperen op de autobaan, hè, dan kan je ook even als je Rotterdam naar de Veluwe rijdt, even een klein stukje goed doorstampen. Want hij heeft ook nog een 3 liter V6 met turbo onder de motorkap. Maar het is niet meer een diesel, want dat was natuurlijk zo bij de Q7 e-tron. Die naamgeving, hè, van plug-in hybrides. Dus al die merken zijn er een beetje mee in de war. Bij Volvo was het twin engine en daarvoor plug-in hybrid en nu recharge. Bij Audi was het e-tron, maar oh ja, dat was ook een model. Dus dan moeten we de plug-in hybrides toch weer anders gaan noemen. Dus nu is het met een klein eetje, dan is die blijkbaar geëlektrificeerd. Maar goed, dat allemaal geheel terzijde. Even over de Q7. Ja, dit is de facelift, maar die hebben jullie vorig jaar al een keer van ons gezien. Toen een beetje saaie specificaties. Dit is wel gewoon echt een lekker dik apparaat, maar dat is wel goed voor het milieu, hè? Vergeet hem niet. S-Line, pakket natuurlijk. Ja, weet je, het zijn van die dingen, eigenlijk iedere crossover die in Nederland wordt verkocht. Het zijn altijd bestelfouten als ze niet een S-Line of een R-Line of een R-Design of een M-pakket hebben. Dan is er gewoon iets misgegaan tijdens het bestelproces, want het wordt allemaal dikke, grote velgen. Eigenlijk niet echt lager verder, maar wel natuurlijk sportiever interieur. Liefst met Alcantara accent en zo. Dat heeft deze overigens allemaal niet, gewoon allemaal vol leer. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om het rijden. Want ja, daar zijn we natuurlijk reuze benieuwd naar hoe zo'n plug-in hybrid TFSIe rijdt. Zo, even bijkomen naar zo'n wandeling, hè. En ik ben even aan het bedenken, wat valt hier nou over te zeiken over deze auto? Nou, de zon in mijn gezicht. Die zonneklep moet ik dan zelf naar voren doen. Kan dat niet automatisch? Kan dat niet elektrisch dan? Vraag ik me af. Kan dat niet gewoon? Dat je een knopje hebt, ik niet helemaal mijn hand zo omhoog hoef te doen. Nee ja, dit is natuurlijk een briljante auto. Zo'n grotere SUV. Dikke motor of dikke aandrijflijn, zo moet ik natuurlijk eigenlijk zeggen erin. Ja, weet je, daar kan je weinig fout aan vinden. Zouden kunnen zeggen, ja, brandstofverbruik. Maar dit is een plug-in hybride, dus op papier echt mega zuinig. Laten we het even de aandrijflijn. Daar wilden we het vooral over hebben. De verbrandingsmotor, bekende 3 liter V6, 340 pk, 450 Nm. En dat is hetzelfde voor beide varianten van de Q7 E, nee, TFSIe. Goh, dat is een moeilijke naam. De 55 en de 60. Nou, we weten die cijfers. Ja, dat doet dus iets met het vermogen. Of eigenlijk het vermogen zorgt voor een hoger of een lager cijfer. Ook een hoop wandelaars hier altijd op de Veluwe. Waarom die mensen op de weg gaan lopen, ik weet het ook niet. Kan je ook heel mooi buiten de gebaande paden kan je gewoon wandelen. Een 55 en een 60. Vreemd genoeg hebben ze allebei ook dezelfde elektromotor. 93 kilowatt sterk. Dus dat is 100 is 136. Nou, een klein 130 pk. Jullie mogen het even narekenen als dat niet helemaal klopt. Maar dan heb je ongeveer het gevoel. Je mag die vermogens nooit bij elkaar optellen. 1 op 1. En het interessante is, je hebt dus een benzinemotor en een elektromotor die beide hetzelfde zijn, maar toch bij elkaar opgeteld komen ze tot een ander vermogen voor de Q7 55 en voor de Q7 60. Moet een software dingetje zijn, dat er toch zeg maar even een beperking op de elektrische output wordt gezet. Want ja, die verbrandingsmotor die kan je verder niet zeg maar knijpen of zo. Dus ja, dat is wel interessant. Ik dacht, ik zat echt te zoeken naar wat de verschillen waren, maar dat kwam er niet helemaal uit. Betekent overigens ook dat je potentieel je Q7 55 TFSIe heel makkelijk kan tunen naar de 60 TFSIe. Maar het verschil is echt alleen maar software. Voor zover ik heb kunnen achterhalen. Maar ik laat me graag corrigeren, of ik laat me ze helemaal niet graag corrigeren eigenlijk. Maar ik tolereer het als jullie in de reacties hier een betere uitleg voor hebben. Het zou kunnen dat je natuurlijk Audi dealer bent of zo en denk, nou, ik weet wel hoe dat zit.
Het zijn namelijk de zekeringen of de kabels zijn heel anders. Nee, volgens mij is het hardware technisch echt hetzelfde. Alleen de enige hardware aanpassing is de badge achterop. Dan vraag je natuurlijk af, maar tot wat telt dat dan op, meneer Carson? Nou, dat zal ik je vertellen. De 55 heeft 381 pk en de 60 456 pk. Dat is best wel lekker. Dat zijn echt Audi SQ7 waarden. Dus dit, ja, wat dat betreft dacht ik, ja, het is een soort Audi SQ7 killer. Die vorige Audi SQ7, dat was een TDI met 435 pk, maar hij is nu een benzine geworden. En toen ik de sprintcijfers erbij pakte, dacht ik, nou, dit komt nog niet in de buurt. Alhoewel het niet langzaam is en ook zeker niet zo aanvoelt. Die SQ7 die gaat er iets meer dan 4 seconden naar de 100. Deze 55 doet er 5,9 seconden over. Vreemd goed, de 60 is helemaal niet zo heel veel sneller. 5,7 seconden. Dus het scheelt maar 0,2 seconden. Het scheelt er nou maar 75 pk. Maar het scheelt wel 20.000 euro. Dus dat is best wel een klap geld voor, nou ja, 75 pk extra. Dat je denkt, nou ja, is dat dan de moeite waard? Nog één deel nog niet over gehad voor de TFSIe. Zo'n rotnaam. E-tron is dan beter. Noem hem dan plug-in of BEF, whatever. Nee, ze moeten er nou maar eens even over nadenken. Grootte van het accupakket. Hoe kan je laden? Hoe ver kan je elektrisch rijden? Ja, dat elektrisch rijden valt natuurlijk uiteindelijk altijd een stukje tegen met de plug-in hybrides. Het accupakket is 17,3 kWh groot. Dat is op zich vrij fors. Hè? Die pakketten worden ook steeds groter. Omdat je in de wat strengere WLTP verbruikscyclus het liefst 50 km voor je dergelijks gaat. Dat haalt hij overigens net niet. Dat is namelijk maar 43 km. Blijft een beetje, ja, dan kan je echt wel zeg maar in de stad gewoon een klein stukje elektrisch rijden, maar echt zeg maar ook over de snelweg elektrisch naar je werk, niet heel vaak dat dan uitkomt. Ondanks dat de gemiddelde reistijd van een Europese automobilist, of de afstand die je aflegt, is maar 35 kilometer. Dus dat blijft een beetje het argument dat dit wel prima zou zijn. Weet je, vaak rij je toch net wel iets verder. Maar ik moet zeggen, voor in de stad korte stukjes blijft een plug-in hybride toch wel iets briljants hebben. Het aardige is ook wel, hij kan vrij snel laden. Aan de laadpaal thuis, bij mij sprong hij meteen naar 6,97 kilowatt. Dus dat betekent dat hij twee fases gebruikt voor het laden van de plug-in hybride accu. En dat is best wel weer grappig, want dan zijn er dus ook gewoon elektrische auto's die langzamer hun accu volladen dan deze plug-in hybride. En met die laadsnelheid ben je echt in, nou ja, 3 uur maximaal ben je gewoon helemaal vol. Dus concluderend, ja, waarom is dit zo'n fijne Veluwe cruiser? Kijk, ik rol nu volledig elektrisch, stilte om me heen. Ik zou de vogels kunnen horen chirpen, behalve dat ze allemaal weggejaagd zijn door de motorfiets die net voor mij reed, dus dat is jammer. Maar het is wel een rustgevende auto. En dan kan je zeggen, ja, dat is vol elektrisch natuurlijk ook, maar dan heb je natuurlijk altijd die stress van hoe straks is mijn accu leeg en hoe moet ik weer bijladen en hoe gaat dat dan? Ja, en deze kan gewoon tanken. Ik heb er één nadeel aangevonden. En de Audi Q7 tevens IE Quattro. Het geldt ook voor de Audi Q7 60 tevens IE Quattro. Ze zijn begrensd tot 240 km per uur. Dat is gewoon te laf voor woorden. Nou, bedankt weer voor het kijken. Ik heb jullie weer een heleboel verteld over de nieuwe plug-in hybrid. De tevens IE van Audi. Wel apart dat ze van die diesel afgestapt zijn. Aan de andere kant, logisch, diesel is wel een beetje uit de gratie inmiddels. 1 en 2. Nou ja, diesels, wie kopen die? Vooral Europeanen. Niet zijn de Nederlanders. De Nederlanders kopen ook eigenlijk geen diesels meer. En daar buiten eigenlijk bijna niet. In Amerika hebben ze geprobeerd, maar daar hebben ze dieselgate aan overgehouden. Dus daar gaan ze ook maar niet zo heel actief meer zijn met diesels. Dus een
plug-in hybride. Benzine is veel logischer, maar dan kan je hem gewoon wereldwijd verkopen. Thanks! Tot de volgende keer. Vergeet niet te abonneren, want anders dan mis je dus die volgende video potentieel. Zet die notificaties aan en laat je commentaar achter. Vooral als het leuk commentaar is. Daar worden we allemaal blij van. Doei!